Het is jullie natuurlijk ook opgevallen. Ja. Ja. Links heeft een nieuwe hobby. Wildersbesje. Ja. Alleen maar wilders afzeiken. We hebben net jongetje Jette gehad natuurlijk. Met zijn partijtje in bijeenkomst. Ja, dat was, wilden ze gevaar voor de democratie. En veel het woord extreem rechts gebruiken. Ja, slaat helemaal nergens op. En daarna kwam namens links kwam Van Rossum even langs. Heb je die nog gezien? Ja, die kwam op tv even langs. En die kwam ook even vertellen dat de mensen die op de PVV hebben gestemd, dat noemt hij dan de kiezer, die heeft helemaal niet altijd gelijk. En sterker nog, zegt hij dan, nee, de kiezer weet van niks. Oh, dus al die mensen die PVV hebben gestemd, allemaal kierenwiet. Ja, hij zegt, want het is een partij van halve garen, die is nu de grootste. Oh, kijk, zo doet links dat. Ja. En nu ze hebben gezien, Knulletje Klaver, heb je die gezien op tv ook? Ja, die ging ook even goed tegen Wilders de keer. En allemaal, u spreekt alleen maar met mensen die ook weer contact hebben met het Kremlin. En zo gaat het maar door, zo gaat het maar door. En dan denk ik, wat is er aan de hand met die lui van links? Ten eerste, kijk eens gewoon in de spiegel naar jezelf. En zie dan hoe belachelijk jullie je gedragen ten opzichte van die Wilders. Daar begint het mee. Dat is één. Maar als je dan toch een spiegel aanschaft, koop dan ook een achteruitkijkspiegel. Ja, dan kan je zien wat jullie in het verleden allemaal gedaan hebben. Hè? Niks. Gewoon helemaal niks. Nooit naar de... Daar zit de clue. Nooit naar de burgers geluisterd, nooit iets gedaan, nooit dingen goed veranderd, problemen opgelost. Allemaal niet, nee. Dat zie je in die achteruitkijkspiegel. En dan weet je waarom je nu zo verschrikkelijk... En nu doe je alleen maar vingertjes wijzen naar anderen en naar Wilders. Gadverdamme nog aan toe. Nou, vrienden... Kijk, jullie en ik, in ieder geval jullie, heel veel van jullie hebben PVV gestemd. Die zijn dus allemaal kierenwiet en jullie snappen er niks van. En ik waarschijnlijk in de nabije toekomst ook, want ik ben bijna zover met al de veranderingen en alle dingen die Wilders nu doet. Hè. Wel Oekraïne en een aantal dingen wil die nou toch weer wel. En dan denk ik, nou... Ik ben er bijna zelf ook aan toe om Wilders te gaan stemmen.